De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Livera. Nederlanders wennen aan idee van betalen per gereden kilometer. Woutersen blijft gewoon reizen, ondanks arrestatiebevel. Duizenden mensen op de vlucht voor geweld in Oezbekistan. RTL Nieuws. Goedenavond, het late nieuws. Nederlanders hebben er steeds minder moeite mee om te gaan betalen voor elke kilometer die ze rijden. En dat betekent dat de plannen voor kilometerheffing steeds meer steun krijgen. Op dit moment is precies 50% van de Nederlanders voor invoering van het systeem. Blijkt uit een enquête die RTL Nieuws heeft gehouden. Een paar jaar geleden was er nog maar 20% voor. In de toekomst betalen we voor elke kilometer die we rijden. Er moet wel eerst nog een systeem worden bedacht in onze auto en boven de weg, waarmee onze bewegingen worden bijgehouden. In ruil voor de kilometerheffing verdwijnen de wegenbelasting en de BPM, de belasting op het kopen van personenwagens en motoren. Wie veel op de weg zit, is straks duurder uit dan nu. Wie weinig rijdt, goedkoper. TNS Nipo vroeg aan een representatieve groep Nederlanders: wat vindt u van het plan? 50% is voor en 49% is tegen. Nou, ik constateer toch dat het plan kilometerheffing, een andere manier van betalen voor mobiliteit, dat een jaar of 7, 8 geleden veel negatiever lag. Dat klopt. Eind jaren 90 waren er plannen voor rekeningrijden. Toen moest 78% er niets van weten. Nu is de groep tegenstemmers gedaald met bijna 30%. Het systeem wordt uiteindelijk landelijk ingevoerd, maar eerst alleen op trajecten waar het verkeer iedere keer weer vaststaat. Maar een meerderheid van de Nederlanders zegt dat het systeem daarmee goed genoeg is en dus niet in het hele land hoeft te gaan gelden. Hef alleen geldt op knelpunten, zegt 65% van de mensen. 34% is het daar niet mee eens. Daisy Boutersen blijkt niet onder de indruk van het internationale arrestatiebevel dat tegen hem is uitgevaardigd. Sterker nog, hij zegt dat hij regelmatig naar het buitenland reist. Als hij zou worden gepakt, moet hij in Nederland 11 jaar cel uitzitten wegens cocaïnesmokkel. Maar Boutersen gaat gewoon zijn gang en is vol vertrouwen dat hij de nieuwe president van Suriname wordt. Onze correspondent Nina Jurna had een exclusief interview met Boutersen op zijn buitenverblijf in Suriname. Hij is veroordeeld in Nederland en ook nog eens aangeklaagd voor de moord op 15 Surinamers in de jaren 80, toen hij legerleider was. Maar in Suriname leeft Boutersen nog steeds als een vrij man. Want Suriname is niet verplicht om hem uit te leveren. En ook buiten Suriname geniet hij van zijn vrijheid. Ik ben veel vaker weg dan u denkt. En wat bent u dan? Dat is niet zo belangrijk. Ik ben veel vaker in het buitenland. Maar u reist dus gewoon wel? Niet gewoon, ik reis. Op zijn landgoed in Brokkobakka in het Surinaamse binnenland smeet de bijna 60-jarige Boutersen zijn toekomstplannen. Hij doet op 25 mei mee aan de verkiezingen. U heeft er zin in? Ja, man. Boutersen is populair bij de kiezers en hij blaakt van het zelfvertrouwen. Het zal heel erg moeilijk worden voor andere partijen om de verkiezingen te winnen. We are on the right track. We are on top of things. We beheersen de zaak. Ik denk wel dat het goed zal aflopen. Daisy Boutersen is nooit afkerig geweest van een beetje grootspraak. Toch is zijn populariteit volgens de laatste peilingen gedaald naar 18%. Dat neemt niet weg dat Boutersen nog steeds kans maakt om president van Suriname te worden. Want naar verwachting zullen ook de partijen van zijn rivalen Wijden Bos en de huidige president Venetiaan niet de vereiste meerderheid halen. Jouw toekende! Binnenkort moet Boutersen voor de rechter verschijnen voor zijn rol bij de decembermoorden. Mocht hij in de tussentijd president worden, dan geniet hij immuniteit. En wordt het hoogstwaarschijnlijk moeilijk om hem te straffen. Een uitgebreide documentaire over Nina Jurna's bezoek aan Daisy Boutersens buitenverblijf wordt maandag, tweede Pinksterdag, uitgezonden op RTL 5. Om 16:30 de documentaire De Jungle van Boutersen. En dan het bloedbad dat regeringstroepen in het Centraal-Aziatische Oezbekistan hebben aangericht. Uit angst voor het geweld proberen duizenden mensen nu in paniek het land te ontvluchten.
In de stad Andijan, in het oosten van Oezbekistan, protesteerden gisteravond 3000 demonstranten tegen president Karimov. Het leger begon op de menigte te schieten. Er vielen honderden doden. Karimov ontkent dat hij opdracht gaf om te schieten en geeft de schuld aan een verboden islamitische groep. Chaos bij de grens met Kirgizië vandaag. Duizenden Oezbeken proberen het land uit te komen. Maar grenswachten sturen ze terug. Uit frustratie vallen de vluchtelingen grensposten aan en politiewagens moeten het ontgelden. De vluchtelingen zijn bang dat het niet zal blijven bij het legergeweld van gisteren. Daarbij zouden 500 doden zijn gevallen. De lichamen van neergeschoten demonstranten werden vanochtend van de straat gehaald en in vrachtwagens geladen. President Karimov vertelde op tv dat het geen volksopstand was, maar een goed geplande coup-poging door islamitische extremisten. Их первая задача это свержение, опрокинуть существующий конституционный строй, опрокинуть власть местную, сдать так называемый халифат, который бы объединял всех мусульман. En de burgerdoden vielen niet door zijn schuld, zegt Karimov. Женщины, там, старики и так далее, малолетние. Поставили их вокруг здания облхокимията как живой щит. Gevreesd wordt dat de explosieve situatie in Oezbekistan zou kunnen overslaan naar andere Centraal-Aziatische landen. Sri Lanka wacht met smart op de terugkeer van toeristen. Dat straks, maar eerst een kijkje nemen in een gevangenis, huis van bewaring of een tbs-kliniek. Want dat kon vandaag op de landelijke open dag. In 45 justitiële inrichtingen werden rondleidingen georganiseerd en konden bezoekers praten met personeel en gedetineerden. Ook in tbs-kliniek De Rooise Wissel in Oostrum waren bezoekers welkom, al werden ze vooraf wel uitgebreid gescreend. Eenmaal binnen krijgen ze uitleg van de directeur en worden ze in groepjes rondgeleid door enkele gedetineerden. Die laten onder meer hun kamers zien en de werkplaatsen waar opleidingen gevolgd kunnen worden. De behandelkamers en de zwaar beveiligde afdelingen mogen niet worden bekeken. Het aantal TBS-plaatsen zal de komende jaren toenemen van 1700 naar 2200. Bijzondere vondst in de Amerikaanse staat North Carolina. Twee jongetjes van 9 en 10 hebben daar een schildpad met twee hoofden gevonden. Het reptiel zwom rond in een vijvertje in een woonwijk. De twee jongetjes ontdekten de schildpad tijdens het spelen. Het reptiel heeft de naam T-Bone gekregen. Volgens de vader van een van de jongetjes heeft de schildpad twee paar hersenen. The heads move independent, the mouths open independent. I think it has two brains. Hoewel de schildpad bij de familie mag blijven, zullen de jongens hem toch weer terugzetten in de vijver. De Turkse regering eist opheldering over het vliegverbod dat Nederland heeft ingesteld tegen de onveilige Turkse vliegmaatschappij ONU Air. Turkije wil via de diplomatieke weg tot een snelle oplossing komen. Buitenlandse Zaken bevestigt dat er overleg gaande is met de Turkse autoriteiten. Ondertussen belooft Turkije dat vakantiegangers niet de dupe zullen worden van het vliegverbod. Gisteren zijn er vanuit Turkije 8 retourvluchten uitgevoerd met Duitse en Nederlandse vakantiegangers. Dat jongeren vaak gevaarlijk rijden, komt mede doordat jonge hersenen nog niet volledig zijn ontwikkeld. Dat meldt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Amerikaanse onderzoekers ontdekten vorig jaar dat de frontale hersenschors pas tussen de 20ste en 25ste levensjaar helemaal is ontwikkeld. Dit deel van de hersenen heeft de taak om impulsen te beheersen. Zonder die beheersing kunnen jongeren minder goed risico's inschatten, waardoor ze vaak voor ongelukken zorgen. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking gehouden van het bombardement op de stad op 14 mei 1940. Het bombardement viel samen met de capitulatie van het Nederlandse leger. Die capitulatie werd getekend op de Statenweg, een van de herdenkingsplekken. Burgemeester Opstelten hield een toespraak en legde samen met anderen een krans. Het bombardement kostte 900 Rotterdammers het leven en verwoestte grote delen van de stad. Ze waren er al bang voor op Sri Lanka en de nachtmerrie lijkt nu ook uit te komen. Sinds de tsunami blijven de toeristen weg. Volgens de ANVR, het Nederlands Verbond van Reisondernemingen, is er bijna 80% minder geboekt dan vorig jaar.
Voor veel kleine ondernemers in de toeristenbranche komt een faillissement beangstigend dichtbij. Sri Lankanen zijn er de mensen niet naar om het hoofd te laten hangen. Maar de lege strandbedden zeggen genoeg. 40% van de mensen hier verdient de kost in het toerisme. En ze zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Als het op hulp aankomt, worden ze stevast overgeslagen. Fishermen en andere mensen get something from the government and other NGOs. But tourism people, we are the businessmen, but we have our business is going down, but we didn't get any help from any NGOs or any government, nothing at the moment. Het echte massatoerisme kenden ze hier sowieso nog niet, maar het eiland werd wel snel populairder. En dus zagen steeds meer mensen brood in een toeristische onderneming. Veel Sri Lankanen hebben de laatste jaren geld geleend bij de bank, vaak tegen torenhoge tarieven, in de hoop dat het een goede investering zou blijken te zijn voor de toekomst. Maar nu die hoop vervlogen lijkt, bieden sommigen zelfs ramptripjes aan. En dat is volgens de reisbranche een heilloze weg. Wij willen niet toeristen zitten in een luxe hotel, een zwembad met bier drinken, waar die hele gebied verwoest is. Voor de toeristen zijn heel veel dingen te doen, behalve in de Zuidkust. Zo is het binnenland helemaal gespaard gebleven. Deze olifantenverhuurder begint er voorzichtig weer een klein beetje in te geloven. Denk gewoon daar. Toeristen die er wel zijn, begrijpen zelf eigenlijk ook niet waarom ze het rijk alleen hebben. Ik kan niet prima zijn als toerist. De mensen willen hier geld verdienen. Geld moet verdiend worden om te leven. Dus vandaar dat het leven doorgaat. Dat is in ieder geval wel de hoop van elke Sri Lankaan. Dat is over het RTL Nieuws van vandaag. Morgen hebben we uitzendingen om 6:30 en rond middernacht. Prettige Pinksterdagen en goede nacht voor nu. Het is voorjaar in Nederland. Maar of het ook betekent dat we kunnen genieten van de zon, ziet u zometeen in het weer. Baseert u uw beslissingen op de informatie van vandaag? Ja, natuurlijk. Ik ben toch zeker niet van gisteren. Sinds we met Oracle werken, kan ik op elk moment alle actuele bedrijfsinformatie bekijken. Van de voorraad, productie, betalingen of informatie over onze klanten en medewerkers. Oracle Software. Het antwoord op uw vraag. Kijk op antwoorden.nu. Miljoenen vrouwen gebruiken Dove Firming Shower als eerste stap naar een stevige huid. Jammer dat ze niet iedereen kunnen laten zien. Voor mooie, stevige rondingen. Dove Firming Shower. Oracle Software. Het antwoord op uw vraag. Kijk op antwoorden.nu. Parties. Fashion. Glamour. Lifestyle. Entertainment. Het tijdschrift Puls brengt sterren dichterbij. Nu in de winkel.
Quote is direct e-mailen vanaf je mobiel. Naar een ander toestel, maar ook naar een pc. Laat zien wat je wilt zeggen. Met iMode. Altijd dichtbij. KPN. Weet u misschien een huisje? Pluk op DVD. Gaat het Pluk, Aartje en de Stampetjes lukken om de Torteltuin en de Krullenvaart te redden? Pluk van de Pettenflat. Dat ben ik dus. Nu op DVD. Met iMode e-mail je tot 1 november 2005 gratis. En dat geldt ook voor het versturen van foto's en video's. Laat zien wat je wilt zeggen. Met iMode. Altijd dichtbij. KPN. Het leven is beter zonder snoeren. Dell maakt draadloos leven eenvoudig. En dat voor slechts €899. Dankzij Intel Centrino mobiele technologie heeft deze Inspiron 6000 een draadloze high-speed verbinding. Speciaal gemaakt voor mobiele multimedia toepassingen. En u krijgt er gratis dubbel geheugen bij. Er is al een Dell notebook vanaf €599. Dell computers zijn niet in de winkel te koop, dus bel of klik direct naar Dell. De Inspiron 6000 heeft Intel Centrino mobiele technologie. Eén moment kan je leven totaal veranderen. Billy Bob Thornton. En Halle Berry in een dramatisch verhaal over liefde en haat. Een jonge weduwe ontdekt het gruwelijke geheim van haar nieuwe liefde. You hate me, don't you? De met een Oscar bekroonde aangrijpende speelfilm Monsters Ball. Woensdagavond, 10 uur. RTL 5. Win een last-minute reis naar Kreta met vertrek in juni verzorgd door Globe Reisbureau. SMS Monster naar 2200 of bel 0909-8191. Di Saronno Arancia, Di Saronno Shakerato. Di Saronno on the rocks. Subito. Di Saronno heeft zo'n unieke en sensuele smaak dat je zou willen dat er geen eind aan kwam. Di Saronno, Italianissimo. Kijk wat ik op de rolmarkt gevonden heb. Helemaal jaren 70. Hier moet je kijken met het aparte leesgedeelte. Wow. Tegenwoordig heb je ook varifocale glazen in hele kleine monturen. Zoals deze. Van Specsavers. Mooi, hè? Dat is geen jaren 70. Hoewel, die prijs... Verhelderend. Specsavers. Ervaar nu een nieuwe sensatie voor je mond. Met de nieuwe Oral-B Sonic Complete kun je op wel 3 manieren het tandenpoetsen aanpassen aan je mond. Hij reinigt, houdt rekening met gevoelige plaatsen en masseert je tandvlees. Het is jouw mond. Poets hem op jouw manier. De nieuwe Oral-B Sonic Complete. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Kijk, in de Achmea Kennisquiz strijden ruim 1200 brugklassers om de titel Beste Brugklasser van Nederland. In de finale, daar spelen we voor een carrièrefonds van maximaal €250.000. Sazia stelt ze vragen van uiteenlopende aard. Oh. En de kandidaten halen werkelijk alles uit de kast. Go, go, go. De inzet is hoog. Dus tijd kan beginnen. De Achmea Kennisquiz, morgen om 8 uur. Ik dacht de hele tijd aan Jasper. We zijn zwanger. Ik ben zwanger. Ik hou gewoon van je. Wat is hij nou niet? Het past gewoon niet in mijn leven. Roze geur. En vodka lime morgen. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door RVS, pensioenen, verzekeringen en hypotheken. Dames en heren, goedenavond. Prima weer in een heel groot deel van het land op de Nationale Molendag. Beetje veel wind, maar dat is natuurlijk goed voor de molens. En het meeste regen hebben we in ieder geval overdag vandaag buiten het land weten te houden. Maar het zit wel akelig dichtbij. Je ziet het aankomen. Via Frankrijk komt het onze kant op allemaal. Het is een flinke pluk met bewolking. Het lijkt, als het bij ons komt, een beetje uit elkaar te worden getrokken. En het zit inderdaad nog steeds heel dichtbij. Tegelijkertijd, van het noorden uit, dat zit nog een beetje ver weg, maar we krijgen er wel mee te maken,
tweede helft van Pinksteren gaat dat gebeuren. Ook weer boel wolking en er hoort natuurlijk ook weer gewoon storing bij. Maar eerst hebben we nog te maken met deze twee. Omgeven door frisse lucht, vrij frisse lucht bij ons in de buurt. Nou, die storing, het lage drukgebied, trekt weg in noordoostelijke richting. We gaan wat verder die koudere lucht in. En tegelijkertijd komt die andere storing dichterbij. En nou, deze blijven dan wel uit ons land. Maar tweede Pinksterdag komt dit over ons land heen. En dan gaan we weer nog wat koudere lucht zo geleidelijk aan in. En ja, morgen is onze omgeving niet eens zo slecht hoor. Tenminste het westelijke deel van het land. Britse eilanden gaan een aantal buien vallen. Frankrijk, daar blijft het behoorlijk buiig. En als u familie heeft in het Middellandse Zeegebied, is het bijna allemaal goed hoor, wat het weer betreft. Vrijwel overal zon. Met prima temperaturen. Het is zelfs gewoon warm in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Het is daar, nou, kan je wel zeggen, bijna zomer zo'n beetje. Grote van het land vandaag in de zon. Alleen het oosten en zuiden van het land, daar lag veel meer bewolking. En in ieder geval overdag hebben we de meeste regen wel buiten de deur weten te houden. Maar dat gaat toch niet blijven lukken hoor. Ik denk dat het vannacht vooral het noordoosten er wat buien kunnen vallen. Dus dat bewolkt. De rest van het land zijn de opklaringen, ongeveer 6 graden en niet zoveel wind. En dan de eerste Pinksterdag, ook dan in het oosten. Wat regen, wat meer bewolking. Verder naar het westen toe. Ik denk dat op strand gewoon mooi weer is met heel veel zon. En ergens, ja, hoe ver die buien precies komen, is een beetje moeilijk aan te geven. Temperatuur gemiddeld een graad of 15, een matige noordwestenwind. Tweede Pinksterdag in het noorden zit dan de bui. Ik denk dat de rest van het land gewoon prachtig weer is. Daarna wordt het een beetje wisselvallig en het wordt behoorlijk fris. Fijne nacht. Het weer werd mede mogelijk gemaakt door RVS, pensioenen, verzekeringen en hypotheken. Een voordeel van BN'er zijn... Dat zie ik helemaal niet. Hij ziet er zo anders uit. ...is dat je dingen gratis krijgt. Ik ben de steentien van Marco. Pst. Weet je niet. We moeten het echt niet zien. Ja, Marco, heb ik druk, joh. Ik ga er helemaal voor trillen. Ja. Hij gaat hem rijden. Die wil ik gewoon hebben. Dat meen je dan niet. Wat zou je doen? Maandag, bekend en bekeken.